Hoi allemaal, de temperatuur ziet er goed uit deze week. Het gaat erg lekker weer worden buiten. Dus hoog tijd om een ijsje te gaan maken met de Loem. Ik heb hem hier al gemaakt in de smaak aardbeien en hier in de smaak citroen. Het zijn die ijsjes met van dat witte, zachte vanilleijs aan de binnenkant. En ik ga hem nu laten zien in de smaak smurf. De favoriete smaak van mijn jongste dochter. Dit zijn 8 elastiekjes, het bruine steeltje. Het witte vanilleijs zijn ook 8 elastiekjes. En ga hier maar uit van 30 elastiekjes. Veel succes! We beginnen hier met het plaatsen van de elastiekjes. Vanuit het middelste pinnetje ga ik zo meteen naar links. We werken steeds met 2 elastiekjes tegelijk. En we beginnen aan de kant waar de opening van de pin aan de andere kant is van jou. Smurfen smaak, dus 2 blauw. En dan gaan we aansluiten naar voren. Lukt me niet, 2 tegelijk met 1 hand, dus ik zet er nu nog eentje bovenop. En nog een keer rechtdoor. In totaal 4 keer rechtdoor. Dit is mijn laatste keer. En dan is vanille aan de beurt. En dat is wit. Vervolgens doen we dit rijtje in het midden. Vier keer gedaan, 1 keer wit. En voordat we het rijtje onderin gaan maken, moeten we eerst vanuit het middelste pinnetje hier schuin naar beneden. En dan kunnen we ook daar 4 keer naar voren met blauw. En de 5e keer wordt met wit. In het midden het ijsstokje met bruin. En dit is weer de kleur karamel van Rainbow Loom, die ik vaker gebruik voor met name diertjes ook. De cupcake. Te koop op de meeste websites waar ze Rainbow Loom verkopen. Ik ga dit 3 keer doen met bruin naar beneden. En dan hier op het laatste pinnetje doe ik een capband van 3 ringetjes. Enkel elastiekje. 1. Nog een keer je haaknaald doorheen. En nog een keer. Dan heb je 3 ringetjes op je haaknaald. Die trek je wijder en die plaats je hier bovenop. We gaan horizontale elastiekjes plaatsen. De eerste 3 pinnen slaan we over. En hier maak je een driehoekje. En vervolgens bij de volgende 3 pinnen maak je weer een driehoekje. Als je dat lastig vindt, kan je het ook zo doen. En dan het middelste elastiekje nog omhoog tillen, dan heb je ook een driehoek. Hier begint wit, maar toch doen we daar een blauw driehoekje op. Ik ga mijn loem weer even draaien, kan je beter zien. Eerste driehoek, tweede, derde, vierde. En de allerlaatste wordt een witte. Maar wat we daar gaan doen is de onderkant optillen en over het pinnetje doen in het midden. Dus
En zo had hij als driehoek erop gezeten. Ik heb alleen maar de onderkant opgetild en over dit middelste pinnetje heen gedaan. Nu kunnen we bijna gaan haken, alleen moet ik hier bij het vanilleijs, hier rechts en hier links nog een capband plaatsen van 3 ringetjes. Enkel elastiekje, haaknaald erdoor en nog een keer en nog een keer. Dan heb je 3 ringetjes. En die plaats je hier bovenop. En vervolgens ook aan de andere kant. Die zal ik op een andere manier doen. 1 keer erop, nog een slag draaien. En nog een keer erop, dat is 2, een slag draaien. En nog een keer erop, dat is 3. Kunnen we nu beginnen met haken. Je houdt de loom zo voor je dat je er in die opening met je haaknaald kan. Je doet de capband hier naar achteren. Pak die 2 elastiekjes eruit die je daar ziet liggen. En eventueel hou je de capband even tegen met je andere hand. Want de capband moet blijven zitten. En nu haak ik de 2 elastiekjes naar voren. En vervolgens ook de volgende 2. Je ziet dat dit nu los is gekomen. Op zich is het niet erg, omdat dit al gehaakt is. Maar ik zal het even terugzetten voor het gezicht. Zo. Hier zie je de volgende 2 elastiekjes al liggen. Die gaan ook naar voren. En zo haak je alles door, rechtuit, tot aan het einde van je loom. En op zich is dat dus niet moeilijk. Want het kan niet missen. Wat ik altijd zeg. Het zijn maar 2 hier. 2 elastiekjes die je... Je kan niet per ongeluk de verkeerde elastiekjes haken. Als je hier bent aangekomen, dan ga je terug naar het begin. We hebben nu het stokje gehaakt. Maar we moeten nog links en rechts gaan haken. Ook dat gaat gewoon rechtuit naar voren. Hier moet je opletten. Hier heb je zo een extra lusje zitten. En daar moet je ook in, die moet ook naar achteren, samen met die capband. En dan moet je dus die 2 witte elastiekjes daar beneden vinden en naar boven halen en naar voren haken. En ik had 2 ringetjes op mijn haak, ik heb er nu maar 1 opgezet. En dat is het gevaar ervan, soms heb je het niet door dat als ik hem nu zeg maar opzet... Zit hij bovenin en als hij nu afspringt, en ik heb dat niet in de gaten, en ik ga door met haken, dan heb ik toch een los elastiekje op het moment dat ik hem afhaal. Als je dus zo'n horizontaal elastiekje tegenkomt, ook die moet naar achteren. En hier aangekomen haak je de laatste 2 naar het midden. Dan gaan we weer terug. En dan doe hetzelfde hier aan de linkerkant. Dit moet allemaal naar achteren. Kijk vanaf de zijkant mee. En dan pak je die 2 elastiekjes die onderop liggen. En die haak je naar boven. En plaats ze naar voren. Deze moet weer naar achteren. Die ook. En deze tot slot naar het midden. En dan hebben we alles gehaakt. Controleer het even. Je moet allemaal van die druppelvormpjes hebben. Dan weet je dat je alles gehaakt hebt. En dan pak je tot slot een enkel blauw elastiekje. Tenminste, ik pak blauw. Jij maakt hem vast in een andere smaak. En dan steek je haaknaald hier door al die ringetjes. Zorg ervoor dat je ook alles echt hebt.
Een kledingstukje gaat op je haak, hou de spanning erop. En dan trek je het zo eruit. Schuif hem een beetje naar de voorkant als dat lukt. Dit lusje gaat ook op je haak en dan maak je een knoopje door dit achterste ringetje over de haak heen te halen en los te laten. En dan een beetje aan te trekken. Niet te strak, maar wel dat hij veilig zit. En dan kan je ijsje er vanaf. Ik kies er nu voor, ik houd het lusje even op mijn vinger en dan haal ik voorzichtig dit er allemaal van af. En dan trek ik hem zo in zijn geheel voorzichtig van de loem af. Haaknaald er voorzichtig tussenuit. En dan gaan we hem nog in model brengen. Dat hij nog een beetje krom is. En dan kan je kiezen of je dus... waar zijn mijn ijsjes hier? Of je het lusje verstopt. Of dat je hem gebruikt omdat je hem... misschien ergens aan gaat hangen. En dan zou je er ook nog voor kunnen kiezen als je wat meer stevigheid wil hebben om twee elastiekjes te gebruiken. Maar het hoeft niet. Eén elastiekje is in principe genoeg. Zie hier drie lekkere ijsjes. Ik hoop dat je iets aan deze video gehad hebt. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!